Het is een bijzonder dagje dit, Jay Vencio. Zeker een bijzondere dagje. Echt, ik heb mijn contract mogen verlengen en ik ben daar super blij mee. Dus een bijzondere dag kan je zeker wel zeggen. Hoeveel jaar is je contract opengebroken? Opengebroken met 3,5 jaar. Dus als we dan snel kan rekenen, 2025. Dat is vertrouwen vanuit de club naar mij en van mij naar de club. Dus dat zit wel goed. Wat zei Braafheid tegen je, je zaakwaarnemer? Die zei dat in zijn tijd ging het heel anders. En nu is het allemaal veel media erbij. Dikke staalpapieren die je moet ondertekenen. In zijn tijd had je dat helemaal niet. Maar hij is ook heel super blij, super trots op mij. Dus, Waar heb je deze verlenging aan te danken, denk je? Ja, ik denk toch wel aan mijn spel. Bij Jongens Utrecht heel veel. Ook natuurlijk aan een stukje voorbereiding die ik heb meegedraaid met het eerste. Waar ik mezelf heb bewezen. En heb laten zien dat ik het niveau gewoon aan kan. Dus daar vanaf bovenaf wordt dat ook gezien. En dan krijg je vertrouwen. Dus dan zit het wel goed. Is dat debuut in de Eredivisie ook een momentje geweest dat je denkt, ja, ik ga hier gewoon verlengen, dit is mijn club? Ja, toch wel. Ik ben er nu als jongen vanaf, 10, 11 jaar ben ik hier, ik ben de club. En als je dan mag debuteren hier in een vol Galgenwaard, wat echt goed gevuld was. Dat je dat denkt van, ja, ik wil bij deze club blijven. Ik wil hier gewoon blijven. Het voelt gewoon heel goed. Wat moet er nog gebeuren in wedstrijden bij Jong FC Utrecht om uiteindelijk echt ervoor te zorgen dat ze niet meer om je heen kunnen in het eerste elftal? Het voetballen zit gewoon goed, maar dan ga je toch op de kleine details letten. Dus gewoon het fysieke gedeelte, verdedigen, ja. Ik ben natuurlijk een verdediger, ik hou heel veel van aanvallen, maar soms te veel, dat ik het verdedigen een beetje te vergeet. Dus als ik aan die twee punten werk, dan moet het wel goed komen. Wie is bij FC Utrecht op dit moment jouw voorbeeld? Dan ga ik wel kijken naar Django. Daar train ik ook af en toe mee. En dan als ik gewoon zie hoe hij traint, dus ook aanvallend en verdedigend, daar kijk ik ook naar op. Ja. Wat is nu eigenlijk je doel voor dit seizoen? Want je hebt je debuut natuurlijk al gemaakt. Ja, wat nu? Nu eerst fit worden. Ik ben namelijk geblesseerd. Dus eerst fit worden, dan mijn minuutjes weer pakken bij Jong FC Utrecht. En zo weer uitbouwen naar weer mee trainen bij het eerste. En dan hopelijk weer op de bank zitten. En hopelijk weer stiekem minuutjes pakken daar. Dus, ja.